En we hebben flink wat dieptepunten meegemaakt, maar dit laat zien dat het nog erger kan. En wat iedereen hier aan tafel zegt, dit is wel de hart van de democratie. Hier kijkt iedereen naar. Ik hoop ook dat men ernaar opkijkt, naar wat de democratie is. Er zit een enorme voorbeeldfunctie. Ja, en dit is gewoon zo duidelijk niet hoe het gesprek moet voeren. En ik maak me zorgen dat het gewoon steeds gekker wordt, steeds extremer. Ja. En waar stopt dit? Want Baudet spreekt over een beschuldiging. Wat ik Klaver hoor zeggen, of hoor vragen, van vertel ons, wil je openbaar maken destijds bij het referendum financiële stromen richting FVD? Was geen beschuldiging, was een vraag volgens mij. Het is een vraag en het is een centrum van debat en dit soort gesprekken moeten plaatsvinden. En het is niet zomaar een plek. Hè. Het is een van de meest betekenisvolle plekken in het hart van onze democratie. Iedereen kijkt hiernaar. Je hebt een enorme voorbeeldfunctie. Ja, dan is het echt gewoon droevig en teleurstellend. Wat kan de Kamervoorzitter kan niet zoveel doen, hè, Rob Bosma? Ja, de mogelijkheden zijn beperkt. Nou, dat liet hij al blijken, hè, toen hij zei van ik vind het een tikkeltje ordinair of zo, zei hij. Maar kies uw woorden voor. Een understatement. Ik weet eigenlijk niet of hij niet iets kan doen. Misschien volgens de regels niet, maar je hebt ook nog zoiets als een moreel kompas. En misschien dat Martin Bosma nu ook wel kijkt en denkt, zal ik dit eens een keer niet accepteren?